Als jurist moet je de wet kunnen toepassen en kunnen interpreteren. Meestal heb je een bepaald probleem en dan moet je als jurist een antwoord op formuleren. En dan pas je de wet toe en je interpreteert hem en aan de hand daarvan formuleer je een antwoord. De volgende stap is dan om dat over te brengen aan iemand anders. Je hebt meestal als cliënt een leek voor je en die weet niet hoe hij de wet moet toepassen en interpreteren. Nou, het is aan jou de taak als jurist om dat over te brengen. Nou, stel nou dat je een persoon voor je hebt als cliënt. Nou, die heeft een uitvinding gedaan of iets ontwikkeld. Nou, die weet absoluut niet wat zijn rechten en wat zijn plichten zijn. Nou, als jurist is het jouw taak om hem daar advies over te geven. Wat zijn rechten zijn, wat zijn plichten zijn. En je moet hem ook daadwerkelijk helpen. Dat is heel erg belangrijk.